Dit is In Gesprek Met, een item van Dorpsraad Ravenstein, waarin we met verschillende mensen in gesprek gaan over onderwerpen die ons alle aangaan en waar we de tijd nemen om wat dieper op de thema's in te gaan. Vandaag spreken we met Sydney van den Berg, wethouder voor volkshuisvesting en wonen. Dag Sydney en welkom. We hebben afgesproken dat we op deze manier via Omroep Walraven met elkaar in gesprek gaan om de inwoners te informeren over de woningbouw. Dat zit in jouw portefeuille, volkshuisvesting. Ja, klopt. Het is een zeer belangrijk dossier wat ook al lang loopt. Ja. En ik denk belangrijk om de mensen te informeren hoe het daar nu mee staat. Er is nu het een en ander bekend geworden over flexwoningen die zijn toegewezen aan Ravenstein. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja. Ja, om te beginnen, dank voor de uitnodiging, Ina. Hartstikke leuk om hier te zijn en om wat te vertellen over wat betreft de woningbouwprojecten die we hebben in Ravenstein. Inderdaad al een langlopend onderwerp. We snappen met elkaar allemaal de urgentie en de noodzaak om daar vaart achter te zetten. En daar zijn we in ons ook iedere dag mee bezig. Dus dat is denk ik goed om te zeggen dat we echt iedere keer op zoek zijn naar de manieren om ervoor te zorgen dat we het tempo erin krijgen. Er zijn een paar dingen inderdaad. De flexwoning is er één van. Misschien goed om even in de context te zetten. We hebben in de gemeente Os gezegd dat we tot 2040 8500 woningen willen bouwen. En dat doen we niet omdat we dat bedenkt hebben. Nou, iemand heeft bedacht dat het getal is goed. Dat doen we uiteindelijk om het voorzieningenniveau, woon-werkgelegenheid naar de toekomst toe te borgen. Dan heb je gewoon meer huizen nodig. En je hebt meer huizen nodig omdat we met minder mensen in een huis wonen tegenwoordig. Mm-hmm. Dus de gezinssamenstellingen worden kleiner. Tot 2030 hebben we 5800 woningen te bouwen in de gemeente Os. Daar ga ik binnenkort in januari wat meer over vertellen in de woondeal die we gaan sluiten. Daarin gaan we op projectniveau aangeven wat we willen realiseren. En we gaan het straks ongetwijfeld nog hebben over het stationskwartier Ravenstein. Ja. En die gaan we op de versnellingstafel leggen. Dus daar kom ik straks nog even op terug. Flexwoningen speelt op dit moment ook. Dat is een manier om te voorzien in die behoeften van die woningen. En we hebben eigenlijk op 4 plekken in Os locaties aangewezen om daar flexwoningen te realiseren. En eentje Ravenstein. En dat doen we samen met de woningbouwvereniging. Dus dat is in Os Brabant Wonen en in Ravenstein is dat Mooiland. En we hebben er 20 tot 25 gepland in Ravenstein. Waar zijn flexwoningen eigenlijk voor bedoeld? Flexwoningen zijn bedoeld voor iedereen die een woning nodig heeft. Dus de woningnood is heel stevig. Mm-hmm. En je hebt mensen die al heel lang op een lijst staan te wachten. En je hebt mensen die zijn nog maar net opgekomen. En daar moet je met elkaar proberen een mix in te vinden. Dus die zijn bedoeld voor mensen die, ik kan maar een paar voorbeelden noemen. Er zijn voor jongeren die op een zolder wonen. Mm-hmm. Dat zijn voor vaders of moeders met een kind die uit een scheiding komen. Zijn ook bedoeld voor statushouders, maar ook voor senioren die graag een huis willen achterlaten om door te kunnen stromen. Dus zo is er een mix van mensen die op zo'n plek kunnen gaan wonen. Ja. Ja. En is er al iets bekend over de timing? Wanneer komen die flexwoningen hier in Ravenstein? Ik heb met de raad afgesproken dat we voor de zomer een procedure gaan starten. En dat betekent dat procedure starten betekent dat we dan een voorstel klaar hebben. We hebben gewoon een normale procedure te doorlopen. Mm-hmm. Dus we gaan hier niet een korte afslag maken of zo. We hebben een normale procedure te lopen. Dat betekent dat we onderzoeken moeten doen. En die onderzoeken die gaan we beoordelen. Daar gaan we op reageren. Die komen in een voorstel. Mm-hmm. Dat voorstel gaat naar het college van burgemeester en wethouders. Die zeggen, oké, we vinden dit goed om naar de raad door te zetten. Dan gaat het naar de raad toe en de raad moet dan besluiten. Ja. En daar zitten allerlei stappen in die procedure. Dus daar zit ook een omgevingsdialoog in. Om samen met de buurt te kijken, hoe kunnen we dit nou het beste en zo goed en zo slim mogelijk inpassen in de omgeving. Ja, want dat is ook, hè, want de omwonenden die zijn natuurlijk best ook wel een beetje verrast. Omdat ze laatst merkten dat er al wat werkzaamheden gebeurden. Is dat toeval of heeft dat hier al mee te maken? Hoe moeten we dat zien? Die vraag heb ik afgelopen donderdag in de raad ook gehad. Dat is echt toeval. Mm. Het terrein, jullie kennen het terrein veel beter dan ik. Maar er stond al langer gepland om daar een aantal zaken op te ruimen. Op dat terrein. En dat gebeurde precies nu in deze periode. Dus het heeft niets te maken met het plaatsen van die flexwoningen. Want voor het plaatsen van die flexwoningen moeten we gewoon een normale proces en procedure doorlopen. En dat moeten we nog eerst gaan oppakken. Het is wel de bedoeling om die onderzoeken en die dialogen en die gesprekken
En die stedenbouwkundige verkenning, dat betekent gewoon een tekening van hoe willen we het gaan doen. Dat we dat voor de zomer afronden, in procedure brengen, dus naar de raad toe brengen. Vragen of ze daar een besluit over willen nemen. En dan is de planning dat we aan het eind van het jaar, begin 2024, zouden kunnen gaan plaatsen. Oké, prima. En wat natuurlijk ook een hele belangrijke vraag is, hè, omdat hier de woningnood natuurlijk al een hele tijd speelt. Hoe gaat het met de toewijzing van deze woningen? Ja, dus de toewijzing van de woningen, dat gaat de woningbouwvereniging doen. In dit geval dus Mooiland, die is daarvoor. Die kunnen dat ook, die doen dat al jaren. Die weten ook die samenstelling goed te organiseren. Dus ik vind die samenstelling ook echt van belang. Dus dat is ook wel het gesprek wat ik voer met de woningbouwverenigingen. En ik wil bij wijze van experiment ook wel kijken of dat juridisch houdbaar is, of dat allemaal kan. Om te zeggen, we gaan de mensen uit Ravenstein voorrang geven. Kijken of we daar iets voor kunnen bedenken. Ik weet niet of het kan, maar ik heb wel voorgenomen om te onderzoeken of daar mogelijkheden voor zijn. Dus daar ben ik ook zijn. Echt voor in gesprek met de Brabant Wonen en met Mooiland ga ik dat ook doen. En het lijkt erop dat er toch wel wat mogelijkheden zijn om te zeggen, nou dat gaan we echt doen voor de mensen uit het gebied. Dus betekent in Os voor Os en de Ravenstein voor Ravenstein. Nou, heel goed. Maar daar horen we dus inderdaad binnenkort meer over. Ja, absoluut. Daarnaast is er dus een heel groot project waarbij dus 300 woningen gerealiseerd gaan worden. Hè, daarbij het stationskwartier. Nu konden we laatst al in de krant vernemen over een versnellingssubsidie. Ja. Wat is dat eigenlijk precies en wat is daar de consequentie van? Ja, het stationskwartier in Ravenstein, hè, dus dat perspectief is geschetst op 300 woningen. Dat is ook aan de ene kant natuurlijk een prachtige wat we kunnen realiseren. Aan de andere kant is het ook een stevig dossier. Mm-hmm. Er moet behoorlijk wat gebeuren. Toen ik eraan begon in het begin van deze periode, kwam ik erachter ook wel, en dat was intern natuurlijk ook wel bekend, dat we niet zomaar in dat buitengebied kunnen gaan bouwen. En dat heeft alles te maken met het feit dat de provincie daar van alles over vindt en van alles over te melden heeft. En de provincie heeft met ons de dialoog, is met ons het gesprek aangegaan over, we gaan eerst inbreiden, dan uitbreiden. Mm-hmm. Voelt te ver om daar nu een hele gesprek over te voeren, denk ik. Dat wil ik best nog wel eens een keer doen. Maar dat betekent ook wel dat we die opdracht serieus hebben genomen. Dus we hebben gezegd in Os, we gaan met name kijken, wat kunnen we doen aan het investeren in de stad. Dus in de kom, zal ik maar zeggen. In het stedelijk gebied. En dat doen we dan om vervolgens ook wijken die al wat ouder zijn, en dat is ook wel de reden waarom de provincie daar zo stevig in zit, wijken die wat ouder zijn, om dat niet te laten zoals het nu is, maar om daar voortdurend in te blijven investeren. Dus de provincie zegt, het is makkelijk om aan de buitenkant een reepje eraan te leggen, maar wat doe jij nou in het hart van jouw stad? Dus er gebeurt wat als het gaat om nieuwe mobiliteit en al die dingen meer. Dus investeren in het hart van de stad. En dat betekent dat ze kritisch zijn op het buitengebied. En als je aan de andere kant van het station gaat kijken, dan is dat de Bendelaar. Dat is buitengebied. Mm-hmm. Dus de provincie zegt, eerst inbreiden, dan uitbreiden. Dat is één. Het tweede punt is dat ProRail en NS hebben gezegd, mooi als je aan de andere kant een hele grote wijk gaat leggen in Ravenstein, maar die overgang is daarvoor niet geschikt. Dus wij gaan daar heel kritisch op zijn. Sterker nog, wij gaan daar zo kritisch op zijn dat daar een andere oplossing voor moet komen dan de oplossing die er nu ligt, namelijk de oversteek die er al is aangelegd. Qua veiligheid bedoel je dan? Qua veiligheid, ja. Zij vinden het niet veilig om een hele wijk aan de andere kant van de spoor te leggen en dan te moeten werken met de overgang die er nu is. Mm-hmm. Daar hebben ze op zich best een punt, hè. Dus ik vind die veiligheid is natuurlijk van cruciaal belang. Dus dat zijn de thema's die er dan liggen. Toen hebben we gezegd, dan gaan we eerst maar eens kijken of we misschien aan deze kant van het spoor vast kunnen beginnen. Wat kleiner, dat heb ik ook een keer op TTV aangegeven. Van, nou, kunnen we dan niet aan deze kant beginnen en in een kleinere setting. Een soort gefaseerde aanpak. Vervolgens is er op rijksniveau ook van alles bezig. Daar wordt geroepen bouwen, bouwen, bouwen. Dat klinkt mooi en dat ondersteun ik ook helemaal. Alleen wat het knelpunt meestal is de mobiliteit. Dus de ontsluiting van nieuwe bouwprojecten is cruciaal. En dan kun je aan de ene kant wel fors investeren in bouwen. Dat kun je doen samen met ontwikkelaars. Mm-hmm. Dat is ook hartstikke goed. Maar aan de andere kant moet je er wel voor zorgen dat je die wijken op een fatsoenlijke manier kunt ontsluiten. En ook op een nieuwe manier kunt ontsluiten. Dat betekent meer aandacht voor fiets, voor gedeelde mobiliteit, et cetera, et cetera. Dat kost geld. En waar moet dat geld dan vandaan komen? Nou, daar heeft de overheid van gezegd, de Rijksoverheid van gezegd, daar heb ik 1,5 miljard voor beschikbaar. En kom maar met je goede projecten.
Nou, wat je dan in Brabant ziet gebeuren is dat de grote steden ontzettend veel projecten indienen. Ja. Die kunnen dat ook goed. Die hebben die issues, die knelpunten op mobiliteit. En ja, die halen daar ontzettend veel geld voor binnen. En wij hebben net voor de zomer gezegd, we gaan alles op alles zetten om een goed plan in te dienen voor Amstel-Eind en voor Ravenstein. Dus er is in de zomervakantie echt keihard aan gewerkt. Ook niet, zijn we ook niet helemaal gewoon om te doen, hè, in Os, om die projecten in te leveren. En op die manier rijksgeld binnen te halen. Dat hebben we wel gedaan. Dus er lag een goed verhaal voor en Amstel-Eind en voor Ravenstein. En voor Ravenstein is dat toegekend. Ja. En aan de andere kant betekent dat ook dat je als gemeente op dat moment geld moet reserveren voor dat project. Want het is altijd en-en. Het is niet alleen maar de Rijksoverheid. Het is Rijksoverheid en gemeente. Mm-hmm. Dus ik heb het gelijktijdig ook in de begroting van 2023 erin gezet. Ja. En wat hebben we dan in die begroting gezegd? 4 miljoen. In de Rijksoverheid, 7 miljoen in de begroting van Os. Dat is in totaal 11 miljoen. En waar is dat voor nodig? Dat is om een onderdoorgang te maken op het station. Dan ben je op een veilige manier bezig met die ontsluiting van die wijk rondom dat station. En daarmee wordt het ook het enthousiasme bij NS en ProRail in ieder geval al een heel stuk beter. Ja. En wat ik wel een fraaie vind, is de provincie zit aan tafel bij het toekennen van die subsidie. Dus zij hebben uiteindelijk gezegd ja tegen het verzoek wat Os heeft gedaan om geld te krijgen voor die tunnel in Ravenstein. Dat betekent dat ze daar zelf al ja tegen hebben gezegd. Dus dan heb ik ook een iets makkelijkere uitgangspositie als we straks moeten gaan vragen aan de provincie. We gaan daar uitbreiden. Ja, dus dat is een mooi succesje wat in feite al behaald is ja, in dat opzicht. Ja, dus daar ben ik wel blij mee. En ja, goed, en nu zijn we dus in. Nu, misschien dat ik wat over de planning zal zeggen. Ja? Hoe dat nu gaat lopen. Graag, ja. We zijn nu bezig met een stedenbouwkundige verkenning. Dat betekent dat we tekeningen moeten maken. We moeten onderzoeken doen. We pakken het nou in zijn totaliteit in één keer aan. Hè. Dus ik heb dat gefaseerde plan even laten varen. En gezegd, nu gaan we in één keer voor het geheel. Dat betekent aan deze kant moeten we nog wel het gesprek hebben met de voetbalclub. Maar er zit ook in een andere portefeuille van een collega wethouder. Dus daar moeten we samen in optrekken. Mm-hmm. En aan de kant van de bendelaar in één keer indienen. Nou, proberen we in het derde kwartaal van 2023 de onderzoeken afgerond te hebben. Het gesprek te hebben gehad met ProRail en NS. Het gesprek gehad met de provincie. Zijn we al een heel eind. Ja. En dan moeten we het in het derde kwartaal van 2023... gaat het college er weer over besluiten over het voorstel. En dan brengen we het naar de raad. En dan krijg je een inspraakprocedure. Zo werkt de Nederlandse wet. Mm-hmm. Daar mag iedereen er wat gaan vinden, op reageren. Natuurlijk heb je die dialoog met de omgeving van tevoren al gehad. Maar de rechtspraak is zo dat je er nog een jaar op kunt, de tijd voor hebt om daarop te reageren. En dat zou betekenen dat we in het derde kwartaal van 2024 een onherroepelijk bestemmingsplan hebben voor 300 woningen. Okay. Ja. Complex dossier, maar in ieder geval commitment om dat verder te brengen. 100%. Dus er zit ook volle aandacht op. Ook in Os zit er volle aandacht op. Maar daar zit nu ook een verplichting op. Want die 4 miljoen die krijgen we alleen maar als het binnen 3 jaar de schop in de grond gaat. Okay. En anders moet het geld terug. Dus daarvoor heb je natuurlijk geen versnellingsaanvraag ingediend. Nee. Daarvoor leg je een project niet op een versnellingstafel. Nee. Dus ik denk dat er nu zoveel aandacht op gevestigd is. Dat we, ook al zouden we dat willen, niet eens meer kunnen, zal ik maar zeggen. Nee. Ik wil dat niet, want we willen gewoon hier zo snel mogelijk woningen bouwen. Maar het krijgt nu de komende jaren echt veel aandacht. Nou, heel goed nieuws. Ja. Mooi. Tot slot, zijn er ook nog zaken te melden die wel op een kortere termijn gaan lopen? We hebben natuurlijk wel de flexwoning gehad, maar bijvoorbeeld met het Hooghuis? Ja, het Hooghuis is een... De locatie Hooghuis, zoals jullie dat met elkaar ook noemen, in Ravenstein noemen wij dat ook, hebben we gezegd, die gaat in april in procedure. Dus betekent dat besluit nemen we in als college in april. Mm-hmm. En dan gaat het daarna naar de raad toe. Dat is een mooi programma geworden. Met meer dan de helft sociale woningbouw en ook een fors betaalbaar programma. Dus daar ben ik ook wel echt heel blij mee dat dat dan nu ook daadwerkelijk naar de procedure gaat waarin het onherroepelijk wordt. Dus die komt er nu als eerste aan. Ja. Dus daar kunnen we op korte termijn meer van verwachten. Ja, absoluut. 100%. 25 januari is er een informatieavond. Wordt georganiseerd door de gemeente om inderdaad hier nog wat verder over door te praten. Ja.
Is daar verder al wat meer van bekend of wordt dat binnenkort aangekondigd? We hebben die 25 januari gereserveerd in de agenda om gewoon met elkaar dat gesprek te hebben. Dan wil ik die planning die ik nou uit mijn hoofd doe, gewoon met jullie delen. Met mensen in Ravenstein delen. Misschien hebben we al wel wat eerste inzichten van oké, hoe komt dat er dan uit te zien? Nog goed om daarbij te vertellen, dat heb ik net niet gedaan, dat we naast die provincie, NS en ProRail ook nog moeten zorgen bij stationskwartieren voor een goede ontsluiting. Ja. Die is daar ook heel van belang. Dat moeten wij zelf doen. Dat gaat de provincie of het Rijk niet betalen. Ja, met de ontsluiting op de Dorpenweg is dat nog een aandachtspunt. Ja. Nou, dan hoop ik dat we daar wat meer inzichten in hebben van hoe willen we dat dan gaan doen? Hoe gaat dat eruit zien? En dat gaan we op 25 januari met elkaar bespreken. Maar we gaan het op 25 januari wel alleen hebben over over dat stationskwartier. Dus ja. Ik maak een aparte bijeenkomst of een aparte sessie inloopavond voor flexwoningen bijvoorbeeld. En de procedure met Hooghuis en die gesprekken die daar zijn geweest, die hebben eigenlijk voor het grootste gedeelte al plaatsgevonden. Ja, dus die 25 januari die reserveren we dan, wat mij betreft, voor het stationskwartier. Ja, en dat heeft natuurlijk ook wel alle aandacht nodig, juist omdat het zo'n complex dossier is. En daar hebben we ook het enthousiasme van Ravenstein, en dat is er ook, hè. Dus dat voel ik ook. Daar moet iets van CPO in komen, dus ik heb regelmatig wat appjes of mailtjes van de jongeren die in die CPO-verband kijken naar wat kan er voor ons gerealiseerd worden. Dat enthousiasme, dat helpt mij ook, hè. Die druk, het is niet eens druk, maar gewoon van pushen van we gaan het voor elkaar krijgen. Dat doet wat op het gemeentehuis, dat doet wat met mij. En dat helpt ook in de discussie met de Rijksoverheid, met provincie, NS en ProRail. Ja. Dus volhouden met elkaar. De neuzen dezelfde kant. Zo is dat, absoluut. En het wordt gewoon een mooi project, daar ben ik van overtuigd. Ja. Nou, hartstikke bedankt in ieder geval voor deze update. En ik denk dat de mensen nu nog een duidelijker beeld hebben wat er allemaal is gebeurd en wat er nog staat te gebeuren. En tot binnenkort zou ik zeggen, 25 januari in ieder geval, maar ook waarschijnlijk daarvoor nog over de flexwoningen. Dus bedankt, zou ik zeggen. Heel goed. Allemaal hele fijne kerstdagen. Jij ook fijne kerstdagen. Insgelijks. Een goed uiteinde en een mooi nieuw begin van 2023. Tot het nieuwe jaar. Zo is het. Okay. Dankjewel. Bedankt.